Welkom bij de straten van Amsterdam vanaf een bijzondere plek. We zijn op het. We zijn nog steeds op het Zeeburgereiland, toch, Frank? Ja. Ja. Zeeburgereiland, Zuidereidijk. En ik heb me laten vertellen, echt net ook nog, dat dit de kom wordt genoemd. Jullie zullen het straks zien. En hier liggen een hele rits woonboten naast elkaar. Kijk, dat is de kom. Zuiderei. En we gaan vandaag bij wat woonbootbewoners langs. De twee Martins. En de eerste Martin die we gaan spreken vandaag is Martin Spee. Even kijken. Oh, ze zijn al bezig. Martin is een theaterman en houdt van zingen, kan heel goed zingen. Loop even mee, dan hoor je het vanzelf. Dit is wel dat hele steile trappetje waar we het over hadden. Dus, buiten huilt de wind om het huis, maar binnen stond een warme sjaar. En de vogel kikt en kan het op pappetje met de baan. En Nederland was groot en niemand ging nog dood. En gezelligheid kende nauwelijks tijd, bij vaccinelichtjes van verkade. We gingen nog in pad, haartjes nat, nog even op. Doordat vader zei vooruit naar bed, dan kregen we een kruik mee. Gezichten op behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Martin, toen was geluk heel gewoon. Ja, toen was geluk heel gewoon. Wat goed. Hey, ik kondig je net aan als een theaterman. Ja, heb je goed dat gedaan. Dat klopt. En sorry, jij heb ik helemaal niet voorgesteld. Johan, jij bent de vaste pianist? Johan Hogeboom. Ik werk met twee vaste pianisten. Ja, wat goed. Dat is Johan Hogeboom en Matthijs van Hallen. Want wij hebben ook twee voorstellingen die we spelen. En ze kunnen niet altijd. Dus ja, je moet af en toe wisselen met die mannen. Hey, Martin, jij bent vandaag mijn sidekick. Sidekick? Ja, nou ja, het staat erop, hè? Oh ja. Je loopt met me mee. Het is goed dat het erop staat. Nee, maar misschien kunnen we een klein stukje deze kant op. Ja. Want dit is ook jouw woning natuurlijk. Ja, we hebben een woonboot. Die voorstellingen, waar ben je op dit moment mee bezig? Op dit moment draaien wij nog Johnny ontmoet Shaffi. Dat is een voorstelling over het leven van Johnny Jordaan en Ramses Shaffi en wat die twee met elkaar gemeen hebben en niet. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Want twee werelden, worlds apart. Allebei iets met geld, daar konden ze allebei niet mee omgaan. Ja. Ze hadden allebei iets met drank, op hun eigen manier. En met vrouwen natuurlijk in hun leven. Tante Leen, Lisbeth List, besteden we aandacht aan. En iets met België, want ze hebben allebei in Antwerpen onder andere gewoond en gespeeld en geleefd. En natuurlijk met de herenliefde. Hè. Ook. Zowel Ramses als Johnny. Johnny allebei, ook? Ja, Johnny was ook. Dat weet een hoop mensen niet, maar Johnny was ook van de herenliefde. Die had er heel veel problemen mee. Want zijn publiek in die jaren, de 60 jaren, die snapte dat natuurlijk niet. Ja. Dus dat zijn leuke verhalen. En dat is een beetje het concept wat ik bedacht heb, samen met Johan trouwens. Dat wij vertellen het verhaal rondom de liedjes. Dus we doen niet alleen mooie liedjes in. Maar je schrijft zelf? Schrijf muziek? Nee, het stuk. Het stuk wordt uiteindelijk, dat schrijf je zelf? De teksten, die schrijven we zelf. Oké, okay. Jij en je vrouw ook, hè? Ja, en we hebben de twee vertellers ook bij. Kik van der Veer, ook bekend van Radio 5 onder andere. Die vertelt het verhaal en Bart Roelofs. En die vertellen de verbindende verhalen over de levens van Johnny en Shaffi. Ja. En onze nieuwe voorstelling heet In Gelul Kun Je Niet Wonen. En dat gaat over wonen in het gaat over leven Schaefer. In de stad. Ja, over, toch? Ja, precies. Ja. Dat is een goeie. Dat was zijn uitspraak. Dat was zijn uitspraak, ja. In gelul kun je niet wonen. Ja. Hey, even over, dit is ook geen gelul, want hier woon je. Hier woon ik. Nee, en hoe is het hier wonen? Want laat even je huisje zien. Ja, is Johan vertelt iets dit gewoon nog daar. dit is ons huisje en hier repeteerden we dus één keer in de week met Amsterdams Allooi, want zo heet ons theatergezelschap. Mm. En hier woon ik met Hanneke en mijn vrouw. Maar repeteren, met hoeveel man zit je hier dan? Want zo groot is dat hokje. Dan is het druk, dan zitten we wel eens met z'n vijf in het hokje. Dan. In dat hokje? Ja, gezellig. Oké, dat is een heel klein hokje. Maar je woont hier niet zo heel lang, hè? Ik woon hier een jaar ongeveer, ja. Ja, en daarvoor, woonde je daarvoor ook op een woonboot? Nee, gewoon in een rijtjeshuis, in een sociale huurwoning. En waar was dat?
Hier aan de overkant in Oost. Oké, oké. Maar dat is toch wel totaal iets anders, dit, toch? Ja. Dit is veel actiever wonen. Ja. Anders. Want dit is je woonkamer, maar hierboven... Woonkamer, we hebben nog een slaapkamer hier. We hebben een badkamer voorzien van alle... Nog een lichtbad er zelfs in. Wauw. Dat zou je niet zeggen van buiten als je dit zo ziet. Nee, ja. Maar dit is best comfortabel, hoor. Ja. Maar ik heb wel voor de straten wel eens vaker woonboten bezocht. Ja. En woonbootbewoners dus ook. En die zeggen mij altijd... het is toch anders. Ja, het is toch anders. Het is ook anders. Het is wat ik zeg, actiever. Je bent er altijd mee bezig. Vrijer ook. Vrijer. Hoor ik wel eens. Ja, je kan hier heel muziek maken en schreeuwen. En niemand hoort je. Dat scheelt. Ja. Maar het is vooral, ja, je ziet ook veel artistieke mensen, avontuurlijke mensen op woonboten wonen. Ik weet niet of dat toeval is, maar ik denk het niet. Want toen ik in het Rijtjeshuis zat, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, is dit all there is? Dit is spannend. Maar je bent er wel veel meer mee bezig. Als de stroom uitvalt in Amsterdam, zoals 2 weken geleden, ja, dan heb ik geen water meer. Want het bevriest mijn thermolint, wat mijn water warm houdt. Ja. Zullen we even een trapje omhoog weer? Ja, is goed. Kijk, en dit is ook, hè? Dit is dan echt wonen op een woonboot. Futje die langs... Het is elke morgen anders, hè? Dan zie je weer een meerkoetje. Meerkoet, zoals het. Ik zeg fut. Of een roerdompje, of en een kijk, ijsvogel. Ik stoot net mijn kop. Kijk uit. Maar dat ben je al wel gewend. Ik ben gewend. Maar het idee van wat je zegt, van dan zit je in een Rijtjeshuis in deze buurt. Ja. En dan word je dan ook echt een Rijtjeshuismens? Als je maar verandert dit je ook? Je kunt een keer opnieuw behangen in een Rijtjeshuis. Maar dan houdt het wel een beetje op natuurlijk. Met klussen. En hier ben je natuurlijk altijd bezig. Je bent aan het rommelen. Ja. Ja, precies. Maar ik bedoel ook van wat je zegt, van op een gegeven moment dacht je van, is dit het? Is this all there is? Ja. In je Rijtjeshuis, dit verandert je ook een beetje als mens misschien? Of niet? Althans, dat is de indruk die ik altijd krijg bij woonbootbewoners. Nou, misschien als ik er nog veel langer zit, ik weet het niet. Maar het doet wel wat met je, ja, dat klopt wel. Het avontuurlijke, de seizoenen die je veel bewuster meemaakt. Hè? Ik bedoel, je bent echt met de seizoenen bezig. Dus als het winter wordt, moet je gewoon met je kacheltje bezig en je hout halen. En dat ervaar je. Dat ervaar je veel meer dan dat je gewoon de thermostaat hoger zet. Zeg ja, maar. Precies. Ja, ja. Dus ik moet voor mijn eigen warmte zorgen. Ja. En schoonmaken en onderhoud. Zo'n schip vraagt wat natuurlijk. Ja, ja, ja. Ken je de buurt al een beetje, na een jaartje? Ja, goed zelfs, want het bijzondere is dat wij, misschien heb je dat al een beetje gemerkt, de Zuidereidijk, dit stuk, is een beetje even de laatste rafelrandjes van de stad. Mm-hmm. En dat gaat veranderen, want de dijk moet veranderd worden. Er moet een primaire dijk worden, dus die dijk die hierachter ligt moet weg. Dus wij moeten ook allemaal tijdelijk weg. En we zijn met de gemeente in overleg en al voordat ik hier woonde maakte ik al deel uit van die overleggroepjes. Ja, precies. Want waar moeten jullie heen dan? Leren kennen. Als je hier de bruggen onderdoor gaat richting Eiburg, dan kom je links waar het Magneetfestival is, mm-hmm. Het terrein. Dat is ook een soort lange oever en daar komen wij met z'n allen te liggen. Anderhalf tot 2 jaar en dan mogen we weer terug. Ja, ja, ja. Oh, wat goed. Oké. Okay. Heel even, Leo was het toch? Johan, dankjewel. Voor de muziek net. Dankjewel. We lopen een stukje door naar de buurman. Ja, dat is goed. Ik doe even andere schoenen. Ook een Martin is dat. Maar nu we toch een klein stukje gaan lopen, Martin. Je woont hier nu een jaartje. Je bent erg al betrokken op die manier wat je net vertelde, al bij de buurt. Ik vraag altijd aan mensen als we ergens zijn, wat is de soundtrack van de buurt hier? Welk liedje hoort hierbij? Dan moet ik altijd denken aan een nummer wat Jenny Arian zingt, Amsterdamse Parfum, over de geuren van Amsterdam. En waarom dat? Omdat het tweede couplet, dat gaat over de avond in de late herfst. Toen ik gelukkig en alleen een rondje langs de grachten maak met niks dan nevel om mij heen. Terwijl op ieder woonschip weer een kromme schoorsteen dapper rookt, dan krijgt de mist de scherpe geur van kacheltjes op hout gestookt. Oké. Okay. Nou, die ruik je hier, de kacheltjes. We gaan even luisteren. Ja, en terwijl je dit zegt, ruiken we dus inderdaad. Zo'n avond in de late herfst, als ik gelukkig en alleen een rondje langs de grachten maak en niets dan nevel om me heen. Terwijl op ieder woonschip
meer een kromme schoorsteen dapper rookt. Dan krijgt de mist de scherpe geur van kacheltjes op hout gestookt. Mijn Amsterdam, mijn warme jas, ook als de winter kou me bijt en alle nachten donker zijn, dan wou je van geborgenheid mijn Amsterdam. Nog even een ding, hè? Want Johnny Jordaan. God, ik net ontschiet me gewoon zo. Ramses Shaffy, ja. Johnny Jordaan. Het is volgens mij wel iets wat jou trekt. Wat is het? Waardoor ben je dat stuk gaan maken? Nou, ik ben altijd al heel gefascineerd geweest door die persoonlijkheden, door het Amsterdamse lied. En ik zing ook die liedjes al mijn hele leven. Ja. En plotseling dacht ik van, wat hebben die twee mannen nou met elkaar gemeend? Inderdaad, een andere generatie. En toen ik daarmee in ging verdiepen, kwamen er allerlei leuke dingen boven. Dat ik dacht van, ja, maar dat is interessant om daar theater over te maken. Waar kunnen we het eigenlijk zien? We spelen in Amsterdam, maar het is al uitverkocht. In Utrecht staan we, in het Werftheater. Ook zo'n theatertje aan de Grachtje. Mm-hmm. Op 12 en 13 mei. Okay. Van dit jaar hebben we nog twee voorstellingen. Dus als mensen dat nog willen zien, dan moet het even snel zijn. Ja. En met die andere voorstelling, In Gelul Kun Je Niet Wonen, zijn we aan de try-outen in Toon in de Jan Eventjesstraat. Ja, een hele leuke plek. Dat wordt goed. Hey, dag Martin. Martin en Martin, jullie kennen elkaar toch? Ik ben sidekick Martin geworden. Hoi. Hey. Gebombardeerd. Gaan we even die kant op eerst? Ja. Ja man. Martin Ekelschot, dat moet ik dan even zeggen, anders zeggen jullie allebei ja als ik zeg Martin. Ja, dit is dan weer net iets anders dan bij, want dit is jouw woonkamer toch, Martin? Ja, dit is een dag. En dan zit je echt op het water echt. Dat is dan net iets anders dan bij jou. Ik had het net met Martin erover. Ik had het net met Martin erover. Wonen op een woonboot. Jij woont al bijna 30 jaar hier op de woonboot. Ja, langer, want ik heb nog 12 jaar op de Leijmans Zacht gewoond. Oké. Okay. Dat was dat uitzicht, zou ik maar zeggen. Maar het is hier veel meer uitzicht natuurlijk. Oh, sorry. Nee, maakt niet uit. Ja. Maar ik vroeg aan Martin net ook, ik vertelde hem van, ik heb wel eens vaker woonbootbewoners gesproken. En die zeggen altijd, ja, het is toch echt anders. Anders, het is vrijer, het is, je leeft anders. Ja, dat is inderdaad waar. Nou, een van de makkelijkste voorbeelden is, zomers gaan de deuren open en het is lekker weer. En je springt in het water, je gaat een stuk zwemmen en je komt weer terug. En 's winters, dan pak je, als je er zin in hebt, de schaatsen en dan ga je een stukje schaatsen. Dus ja, je bent veel meer betrokken bij de natuur, de vogeltjes. Ja, dat is gewoon veel fijner als dat je in een drukke wijk woont waar alleen maar auto's en anderhalve boom staat. Hoe lang lig je hier al? Deze ligt hier al 30 jaar, zo bijna. Zo 28 jaar denk ik. Moet tijdelijk even weg, heb ik net gehoord van. Ja, we moeten anderhalf à twee jaar weg omdat de dijk aangepakt gaat worden in verband met de bebouwing van het eiland. En dat betekent ook dat heel veel van het eiland wat de natuur nu heeft, want we hebben ook wel een roerdomp hier gehad en wel meer gekke beestjes. IJsvogeltjes hebben we ook nog. Ja, dat gaat allemaal natuurlijk verdwijnen met de expansiedrift van de stad. En dat vinden we natuurlijk wel jammer. Maar als jullie dan ook tijdelijk weg moeten naar de andere kant. Mm-hmm. Het is ook weer een hele andere omgeving natuurlijk. Is dat niet een beetje raar? Ja, het is ook wel raar, maar we zijn ook met de hele groep, zou ik maar zeggen. Ja, met Maarten Stappel weer. Dit is wel bijzonder. Het schept wel een band onder elkaar dat we daar met z'n allen mee bezig zijn. En met de gemeente, een soort co-creatieproces. En dat loopt best goed. Ja. Ook, jij bent een hele creatieve man, Martin Spee. Ja. Maar meneer Ekelschot ook natuurlijk. Ja. Die doet ook heel veel. Ik schilder inderdaad. En, dat is bijvoorbeeld mijn zoontje daar toen hij een jaar of vier was, met die mooie lijst eromheen. Mm-hmm. Die is ook in deze boot gemaakt en zo. Dat andere schilderij is het uitzicht van de Leijmans Zacht. En ik heb achteren in nog een achterkamer. Ja, in de linkerkant. Dat is jouw oude uitzicht van je oude woonboot. Ja, het Willemsbruggetje en de huizen die daar vroeger waren, die zijn er allemaal niet meer. Dat is allemaal nieuw geworden. De grap is dat ik daar ook op een boot gewoond heb, op de Leijmansgracht. Een stukje verder bij de Westerstraat, een half jaar. Ja, daar heb ik de smaak te pakken gekregen. Dat is een hele tijd geleden. Oh, maar jij kent dit uitzicht wel dan? Ik ken het uitzicht, ik ken die gracht heel goed. Nou, ja. Want inderdaad, die heleboel staat er niet meer. Is allemaal gesloopt. Allemaal verdwenen en helemaal anders. Nieuwbouw, ja. Wat toen ook heel grappig was misschien om te vertellen. Er was de Nissanboot, die kwam ooit naar Amsterdam toe om de auto's te ontladen. En Van der Laan is toen, dacht ik, naar Japan geweest, want daar hebben ze Amsterdam in het klein nagebouwd.
En hij miste de woonboten op de gracht, de burgemeester zei dat toen. En toen zei Nisan van alle mensen met een woonboot, die kunnen dan op de Nisanboot hun boot erop zetten. Die krijgen dan van ons een uitkeringetje en 25 gulden aan stuf. Oh. Als je maar een kunstenaar bent of een muzikus. Want dat, en dan moest je wel je boot openstellen voor het publiek in Japan. Vooral ken ik niet. Ja, dat is echt heel grappig. Zullen we even een stukje lopen? Ja, want je werkt ook deels op de boot, hè? Ja. Ook op locatie, maar ook... Ook op locatie, maar ook wel hier. En inderdaad helemaal rechtdoor naar achteren toe. Kijk uit voor je hoofdje, want het is een beetje laag. Ja, dat moet je, Martin, heb jij vaak je hoofd gestoten in de boot, toen je nieuw was in de boot? Dat wil je niet weten. Oh, okay. Ja, je krijgt er een dikkere schedel van, zou ik maar zeggen. Maar het wint. Maar dit is allemaal jouw werk, hè? Dit is allemaal mijn werk. En ik had een tijdje terug om het eigenlijk een beetje te bewaren, zou ik maar zeggen, in een bijzondere vorm. Dit is een boot van Ben. Fraai, hoor. En van de buurman. Is, van een buurman hier verderop. Ja, en dat is weer van Cello. Die heeft ook heel lang gewerkt aan die bootjes met de brug. En dat is van Juri en Marieke. Okay. Nou ja, dit is het uitzicht wat ik heb aan de overkant 's avonds, een beetje op z'n Van Gogh-rigs, want Van Gogh is ook inspiratief, heel mooi dit. Inspiratief geheel, zou ik maar zeggen. Ja, er staan nog wel wat dingen. Die beneden, die zijn van een vriend van op Marken, dat is de Rozenwerf. Ja. Maar ik vind dit echt heel, heel bijzonder inderdaad. Goed gedaan, dat Van Gogh, fraai, hoor. Achtige, dat zie je zeker. Kijk, kleurtjes, ja. Nou ja, hopen dat ik ooit weer eens aan de bak kan komen ermee. Maar het blijft een leuke bezigheid. Want het is nu nog maar een hobby voor je? Of? Het was ooit professioneel, maar dan moest ik me uitscheiden omdat het te weinig verdiende. En ik hoop nou dat de recessie weer achter de rug is, dat het wel weer gaat lopen. Dat, nou ja, bij deze, misschien zien de mensen het. Ja, hopen dat je niet als Van Gogh pas achteraf... Ik mis mijn schip, dus Jantina mis ik nog. Dus dat is dan de volgende opdracht. Ik moet er toch ook een schilderij van komen. Maar bij deze, je hebt je eerste klant alweer. Zullen we heel even buitenom, want we hebben nog maar een paar minuutjes. Okay. Of nog veel minder. Okay. Allemaal deken hierom om het hoofdje, want het is laag. Over wat voor... Ja, nee, we lopen heel even om en dan eindigen we daar. Want Martin, jullie moeten tijdelijk weg. Een jaar of twee, 2,5 of zo? Ja, 1,5 of 2 jaar. Het zou wel eens uit kunnen lopen. Maar wanneer gaat dit gebeuren? Begin 2018 is de planning. Ja. Want dan is er ook zomerpeil, want we liggen op het IJsselmeer eigenlijk. En nu is het water 30 centimeter lager dan normaal. De meeste boten liggen nu ook op de bodem. Dus die zou je ook in de wintertijd niet weg kunnen slepen. Dus in het voorjaar... Van 2018 en daar kun je even op. Ja. Ja, dit ziet er nu een beetje gek uit omdat ze aan de overkant aan het baggeren zijn geweest. Is de bodem een beetje losgeslagen en heb je allemaal spikkels op het ijs, zou ik maar zeggen. Maar, ja. Het is heel gek inderdaad. Ja, een soort mos wat op de bodem groeit wat dan losgekomen is. Maar goed, zomers is het gewoon lekker water. Het is niet heel diep, 1,5 meter of zo. Mm. En dan kan je hier, als je niet te diep duikt, dus gewoon lekker zwemmen. Ja. Ja, het is, we kwamen hier ook net aan, heel rustgevend dit. Ja, ik vind het uitzicht altijd heel fijn. Ondanks dat je zelfs nog auto's hoort langs razen, nog steeds. Ja, precies. En nu is de wind komt eigenlijk een beetje uit die hoek. En dan komt hij niet zo vaak, meestal komt hij uit die hoek. En dan hoor je hier echt helemaal niets. Het is echt doodstil, het is echt rust. Ik kan me voorstellen dat jullie dit wel, 2,5 jaar, dit wel even gaan missen. Nou, het uitzicht op de nieuwe plek, dat is net zo groot zo'n beetje als wat hier is. Alleen, net zo mooi ook. Dat is ook wel mooi, maar het eiland waar we aankomen te liggen, dat is één vlakke zandplaat. En met amper een boom, misschien dat er een beetje riet is. Dus dat wordt wel afzien. Ja. Nou, mogen jullie dat jullie maar weer snel terug mogen keren. Misschien als jullie aan de overkant zitten, dan komen we dan weer langs met de straten. Ja. Tijdelijke nieuwe straat. Er moet nog een straat gecreëerd worden, dat is wel leuk, want die is er nog niet. We houden contact. Nou ja, hoe vond je het trouwens, Sidekick? Ja, avontuur. Ja? Ja, precies. Volgende keer doen we dat dan weer, bij jullie nieuwe straat. Als je zelf Sidekick wil zijn, mail even naar straat@at5.nl. En dan loop jij met die microfoon langs. Vanaf de Zuidereidijk, zeg ik en Martin. En Martin, tot de volgende keer. Ik zie je de volgende straat. Tot ziens.